allen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al mijn ongerechtigheden vergeeft, die al mijn krankheden geneest, die mijn leven verlost van de groeven, die mij kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die mijn ziel verzadigt met het goede, zodat mijn jeugd zich vernieuwt als die van een arend. Hallo, mijn naam is Heliante O'Neill en ik ben schrijfster van het boek De kracht van het uitgesproken woord in geestelijke strijd. Op de eerste plaats wil ik de Heer danken voor het feit dat hij mij heeft willen gebruiken, dat hij mij heeft geïnspireerd om dit boek te schrijven. En het is speciaal voor u geschreven, om u te inspireren om het woord van God nog meer en nog krachtiger te gaan gebruiken in uw dagelijks leven. Er is kracht in het woord van God en die kracht kunnen we gebruiken vooral in de geestelijke strijd waarin wij ons nu bevinden. Elke christen heeft te maken, direct, indirect, met de geestelijke strijd. Waarom? We zijn wedergeboren kinderen van God. En we zijn deel van het koninkrijk der hemelen. En daartegenover staat het rijk der duisternis. Automatisch, als je een stap genomen hebt om naar Christus toe. En je hebt gezegd, Jezus, kom in mijn hart. Dan is de vijand er niet blij mee. En dan zal hij altijd komen om je aan te vallen, op welke manier dan ook. Maar daarvoor is het woord van God er om ons die kracht te geven om door te gaan dwars door alles heen. Als we het woord van God in onze mond nemen en dagelijks gebruiken als een wapen in de strijd, nou, dan zijn we sterk. Want Jezus en zijn woord zijn één. Jezus is het vlees geworden woord zoals dat staat in Johannes. In hem en door hem zijn alle dingen ontstaan. Daarom is het zo belangrijk voor u dat u weet dat er kracht is in het woord. Namelijk in Jezus Christus. En het woord, zijn woord, geeft hij ons om dwars door alles heen uit de bus te komen als overwinnaar. Want hij heeft ons gemaakt tot meer dan overwinnaars in de strijd. Ik beveel u dit boek warm aan. Want in dit boek zult u een heleboel tools krijgen om als het ware dagelijks de strijd in te gaan of aan te vechten. Maakt niet uit wat op u afkomt. Het zijn ziekte, het zijn teleurstelling of misschien wil vrees u aanvallen. Maar er is altijd antwoord in het woord van God om te proclameren tegen de machten der duisternis die u op welke manier willen aanvallen. Ik ben aan het begin, ik ben begonnen met de tekst, Psalm 103, vers 1 tot en met 3, waarin ik heb geproclameerd dat mijn ziel de Heer moet loven om wie Hij is. Waarom? In Hem hebben we genezing ontvangen. Hij is onze kracht. Hij is onze geneesheer. En daarom hoeven we niet te vrezen. Als ziekte ons lichaam aanvalt, dan mogen we staan en proclameren dat door de striemen van Jezus ons genezing geworden is. Dit boek moet u zeker gaan lezen, want het is gewoon Gods woord dat geïnspireerd is in dit boek, zodat u het beter kan begrijpen hoe het woord van God namelijk te gebruiken als wapen in de geestelijke strijd. U ontkomt er niet aan de strijd die we dagelijks te voeren hebben, dus bewapen u met het woord van de Heer. Hoe kunt u aan dit boek komen? De informatie zal verschijnen op het scherm, zometeen. En dan kunt u zien dat u dit boek kunt kopen via mijn Facebookpagina, Heliante O'Neill vindt u dan. Of via mijn Yahoo-account, dat is hon_eersel@yahoo.com. Dank u wel. God zegen. Bye.